Hallo mensen van Vaco Games, ik ben Sexy Petfoot. Ik dacht laat ik even een video maken voor onze Vaco Games, onze Lars, omdat hij ziek is. En wat we dus nou weer aan het doen zijn, is een Gunmaster op Battlefield natuurlijk. En dat leek me wel leuk om dit een keer te doen, omdat daar niet zo mega veel Battlefield wordt geüpload. En ja, ik vind Battlefield altijd wel een van de leukste games. En die had ik helaas moeten hebben, maar helaas niet gelukt. Maar ja, wie ben ik? Ik weet niet of ik te veel erover mag vertellen. In ieder geval, ik probeer dus nou even een soort van video voor hem te maken. Zodat hij toch nog kan uploaden als hij ziek is. Is sowieso alvast heel veel beterschap voor jou. Waarschijnlijk ben je er snel weer bovenop. Dat is al kill nummer 2. Oh! Dat is kill nummer 3. Yes, we hebben een serverstar. Waarom ik Gunmaster speel is, omdat ik het altijd wel leuk vind, Gunmaster. En het wordt niet... Wow, what the fuck. Oké, ik heb hem wel. Maar het wordt niet mega veel gespeeld door de Battlefields. Wat ik wel jammer vind, want Gunmaster is heel leuk om even een keer te doen als afwisseling, zou ik maar zeggen. Dus dat is ook waarom ik het nou speel. Ik speel normaal altijd Rush of Squad Rush met mijn clan. Maar ik dacht van, weet je wat, laat ik een keer iets anders doen. Een keer is wat wel leuk is eigenlijk. Een keer voor de verandering, een beetje afwisseling. Ook leuker voor mij natuurlijk. Dan speel ik niet elke keer hetzelfde. Dus dat is sowieso ook wel nice. Dus ik dacht van, ja, Gunmaster. Al 4 keer... Headshot. Oh, als die vent daar niet stond te campen in de keuken, had ik hem. Maar ja, we gaan gewoon verder. We zitten ondertussen al bij de PP19. En ik word geïnvite voor een party. Ik vind het echt een kutwapen. Hij is heel... Ja, van verre range is hij niet sterk, zeg maar. We gaan gewoon proberen te flanken. Ik hoop dat het werkt. Nou, oh, fuck. Spas, ja. Die spas komen we ook nog bij, jongens. Maak je niet druk. Maar dit is dus... Gunmaster heb ik al heel vaak gezegd. Ik vind het wel vet. We gaan nou gewoon proberen om eerst te staan. Dus vaak lukt het me wel. Dit is nou niet om eigen ding te maken of zo. Maar vaak lukt het me wel om eerst te staan. Maar ik kwam dus nou wel midden in het potje terecht. Wat vaak wel nadelig is eigenlijk. Maar we hebben al twee... Wow. Kijk die kills. Dat was echt fucking nice. Ik had in één keer heel veel kills achter elkaar. Dat was wel nice. En nou moeten ze dus zoeken. En daar. Oh, what the fuck. Lol. Ja, die had het niet moeten doen. Hij had nog een 93R. Dan is hij qua range wel wat beter in het voordeel. En ik kijk nou al op tegen een wapen dat je krijgt. Kill assist. Godverdomme. Maar we krijgen dus een LVG ofzo. En dat is een soort van grenade launcher. Die een granaat afschiet, zeg maar, die nog moet afgaan. Dus je schiet gewoon letterlijk, gewoon echt letterlijk een granaat af. En dat is het hele kutste aan heel deze Gunmaster. Want dat is zo lastig om daar fatsoenlijke kills mee te krijgen. Ah, shit. Door die wapenswitch was ik dood. Dat kan natuurlijk gebeuren. Ik weet niet of het mag eigenlijk of niet. Maar ik ga een heel klein beetje over mijn kanaal vertellen. Anders is het ook zo saai. Ja, ik ben de Sexy Battlefield. Het is inderdaad een fucking vreemde naam. Daar geef ik jullie compleet gelijk in. Ik ben dus een van de weinige kanalen eigenlijk die Battlefield only uploaden op YouTube. Je ziet heel vaak wel dat de kanalen af en toe wat Battlefield uploaden. Maar je ziet niet kanalen zoals de Amerikaanse community heeft die Battlefield only uploaden. Dus ik upload eigenlijk bijna eigenlijk alleen maar Battlefield. Heel af en toe iets anders ertussen door. Maar bijna niet eigenlijk. En dan komt dat ik... Ja, ik wilde iets hebben waarmee ik kon... Ja, wat zal ik zeggen? Uitschijnen in de YouTube community. Vooral de Nederlandse YouTube community. En ik dacht van, dit is wel een leuke kans voor mij. Dit is wel een kans die ik misschien wel goed kan uitpakken, die ik moet nemen. Dus ja, daar is Sexy Battlefield ontstaan. En ik ga nou echt op een nice streak... Ah, waarom was ik zo scheef? Heb ik altijd, jongen. Dan ga ik goed en dan heb ik echt een redelijk mooie streak. En dan ga ik dood. Omdat ik dan gewoon echt even een beetje scheef schiet ofzo. Maar ja, ik denk dat iedereen daar wel overkomt. Maar ja, daarom heb ik dus een Battlefield Only kanaal. Het is superleuk, cinematics, montages, alles wat erbij hoort. En nou vragen jullie... Ik wou iets zeggen. Oh ja, ik wou nog even zeggen. Ik speel niet op de PC, niet op de Xbox... Ik speel wel op de Xbox bedoel ik. Ik wou zeggen niet op de PlayStation. Ja, de zenuwen zijn er altijd wel een beetje als je voor zo'n groot en goed kanaal een video probeert te maken. Ik hoop ook dat hij wordt geüpload. We gaan er vanuit van wel. Ja, gewoon niet zeggen dat hij niet wordt geüpload. Dat is gewoon nooit leuk.
Maar we zullen zien natuurlijk. Maar ik speel dus op de Xbox 360 en de mensen zeggen waarschijnlijk dat heel snel van... Wat? Battlefield op de Xbox? Dat is gewoon niet vet. Dan moet je op de PC spelen voor de Ultimate Experience. En ja, daar heb je gelijk in. Daar heb je helemaal gelijk in. En ik had een dubbelkill met een AUG. Nice. Het is inderdaad het beste op de PC. Maar ik heb sowieso geen zin om zoveel geld uit te geven om een PC te hebben. Te kopen. Ik vind het echt... Ik vind het heel vet. Maar het is echt duur. Het is echt duur. Ik heb er ook over nagedacht om het te doen. Maar ik denk van nee, weet je wat? Ik blijf gewoon bij de Xbox. Ik vind het wel leuk om op de Xbox te spelen. Al mijn vrienden spelen op de Xbox. Mijn clan speelt op de Xbox. Het is gewoon leuk om op de Xbox, ja, Battlefield te spelen. En ik vind het ook fijner. Vooral de controller dan. Dat is mijn mening natuurlijk. En we staan op dit moment eerste in de Gunmaster. En ik hoop dat het ook zo blijft. Zodat we sowieso blijven winnen. Ja, we gaan gewoon ons best doen. Dit vind ik altijd een van de kutste wapens die ik ooit heb. Ja, die in deze Gunmaster zitten. Op die LVG na. Want dit is zo'n soort van... Light machine gun. Met een fucking... Ah, scope. En hij heeft een lage fire rate. Dus daarom verloor ik net van deze PDW. Onze PP19. Maar shit, you have lost the lead. Oké, we gaan heel even pro spelen. Minder praten, meer focussen. Want we kunnen wel winnen. What the fuck? Ik schiet gewoon met een hele light machine gun in zijn fucking kop. En dan gaat die vent niet dood. Ik vind dat niet... Nee. Daar gaan we heel even iets aan doen. En ik word geblokt. Zoals je ziet ben ik echt scheef met dit wapen. Weet je, dit wapen is alweer wel beter. We hebben een suppressor ribbon, fucking vet. Nee. We staan met 3 man bovenaan, jongens. Dit wordt echt een nek aan nek race. Wow, fuck. En toen was ik meteen dood. Maar we staan nou bij... Oh, M417 is ook echt zo'n... Zo'n semi-automatic sniper. Die is ook echt niet zo fijn. We moeten echt even zorgen dat we winnen. Dus hopelijk hebben we dadelijk geluk bij de eerstvolgende wapens die we krijgen. Wow. Sinds wanneer is de one-shot kill? Weer een double kill. Lol. Nou hebben we de Ying. Oké, ik ben scheef. What the fuck? Ik schiet gewoon op hem. Zagen jullie dat ook? Ik schoot gewoon op hem, hij gaat niet dood. Ja, dat is gewoon raar. Maar ja, kan gebeuren, denk ik. Ik had inderdaad nog maar heel weinig procent aan leven. Maar ja, we gaan verder. Dit is een JNG, een sniper rifle. Voor... Ik denk dat de meesten dat wel zien. Met een AGOG sight, dus hij is best wel fijn. En nou hoeven we er nog maar 1 kill mee. En ik hoop dat het snel gebeurt. Kijk, we horen al het liedje van dat het bijna afgelopen is. Dat we bijna... ja, dat we bijna... gewonnen hebben, eerlijk gezegd al. Want we staan nog steeds bovenaan. Waarom ben ik zo scheef? Waarom ben ik met de sniper zo scheef? Als het iets is wat ik in Battlefield niet kan... Ja, niet goed kan, is het snipen. Het quickscopen meer. Sniper over het algemeen lukt wel. Wow. Kijk, dit is het wapen waar ik het over had. Dit wapen is... Oh, zo vreselijk irritant, jongens. Het is zo kut om hier kills mee te krijgen. Want zie je daar, die granaat ontploft veel later. Je schiet gewoon letterlijk een granaat af. En dat is kut als een malle. En het is zo vreselijk irritant om hier een kill mee te krijgen. De enige reden hoe je hier eigenlijk een kill mee kan krijgen is als er heel veel mensen bij elkaar staan. En dat ze dan niet weg kunnen of dat ze gewoon niet doorhebben dat er een granaat ligt. Maar als je het per persoon moet doen, dan is het bijna onmogelijk. Nou, we staan nou tweede. Ik hoop dat we nog eerst halen dat die vet niet toevallig meer geluk heeft als ik. Kan ik hem knijven? Ja, ik denk niet dat knijven nut heeft. Nee, zie je, ik had hem niet moeten knijven. Oh jawel, want ik heb hem gehumiliated. Hij stond... Oh, daar was hij... Ha! Die gast die ik net knijfde was de vent die naast mij stond hier met de LVG. En ik heb hem dus geknijfd, dus dan is hij op plek teruggegaan. Ik wist eens dat hij ook was bij Gunmaster hier. Nou, nice. Dit vind ik al vet. Dus dan hebben we nog steeds een kans om te winnen. Ja, ga af. Oh, ik had hem moeten hebben. Waarom had ik hem niet? Waarom ging ik... Oh, als ik iets verder had geschoten, hè. En dan zitten daar enemies. En overal zitten dan mijn vriendjes die ze ook allemaal killen. Er zat iemand. Weet je, ik spam gewoon fucking veel granaten. Oh. Nee, ik spam geen granaten dan.
Oh, jongens, dit vind ik echt een kutwapen. Ik haat dit. Ik snap niet waarom deze erin zit. Dit is echt bijna onmogelijk eigenlijk. We gaan gewoon ons best doen. Hij staat al... Ik heb... You have lost the lead. No. Nee, waarom? Kom op, ik wil winnen. Nou, dit vind ik zo jammer. Hè. Ik vind het echt jammer. Dit wapen... Nee. Allemaal hitmarkers. Alleen maar hitmarkers. Weer hitmarker. Waarom zoveel hitmarkers? Nee, we hebben verloren, jongens. We staan niet eerste. Fucking jammer. We zijn wel tweede, dus ik vind het goed zat, jongens. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En ja, je lacht je wetenschap. En dan zien we jullie de volgende keer. Zien wij misschien de volgende keer. Bedankt voor het kijken, in ieder geval. En ja, houdoe.